En Suzanne, hoe ben jij zo bij dit museum terechtgekomen? Ik ben ruim 10 jaar geleden begonnen met te werken voor de verzamelaar Joop van Kaldenborg, de initiatiefnemer van dit museum. Toen was er nog helemaal geen plan om een museum te bouwen. Ik ging toen aan de slag als conservator en zorgde voor de collectie die er toen was. En in de loop der jaren is er steeds meer een idee ontstaan of een wens ontstaan om een eigen museum te realiseren. En ben ik de afgelopen jaren heel druk mee bezig geweest met het ontwikkelen, het ontwerpen en het bouwen van zo'n gebouw. En ook het inrichten van het gebouw. Hè. Alle kunst die er hangt en te zien is, daar hebben we goed over nagedacht. Maar dat moet natuurlijk wel gerealiseerd worden. 10 jaar geleden toen ik begon, was ik samen met 1 collega verantwoordelijk voor het beheer en het behoud van de collectie. En nu ben ik verantwoordelijk voor het hele rijlen en zeilen rondom een museum voor het grote publiek. Nou, wij zijn heel benieuwd en we willen graag dat jij ons eens wat laat zien in het museum. Nou, dan gaan we het museum binnen. Goed, gaan we doen. Oké. Okay. Deze boeken die gaan allemaal over de kunstenaars uit onze collectie. Wij hebben werken verzameld van zo'n 1500 kunstenaars. En onze gedachte over de bibliotheek was, laten we de diepte in verzamelen. Dus laten we over al deze kunstenaars de boeken verzamelen die ooit zijn verschenen. Verspreid in de kasten zien we vitrines verstopt. In die vitrines daar zijn kunstenaarsboeken tentoongesteld. En dat zijn eigenlijk boeken die niet gaan over kunst, maar die gemaakt zijn door kunstenaars. Dus dat zijn vaak hele kostbare, zeldzame boeken. Hier zien we een boek van Kandinsky. Een heel beroemd boek van hem. Met een hier zichtbaar een plaat dat heeft geleid tot een bekend schilderij in de collectie van Boijmans van Beuningen. Wij zijn ongelooflijk trots dat wij dit boek hier mogen tentoonstellen. En we hebben een hele grote verzameling kunstenaarsboeken. En de gedachte is dat we deze vitrines elke keer weer opnieuw gaan inrichten. Okay. De wenteltrap, dat is echt de eyecatcher van de bibliotheek. Ja. Die is heel mooi gemaakt met dat gebogen glas. Ja, absoluut. En we zijn ongelooflijk trots op deze ruimte. Het is een hele andere atmosfeer die je hier ervaart dan straks op zaal. Joop van Kaldenborg, de verzamelaar, heeft de afgelopen 50 jaar allerlei kunstobjecten verzameld. En daar hebben we zo'n 43 werken uitgeselecteerd. Ja, dat is, ik vind dit is een van mijn favoriete schilderijen. Ja. Hoe hij het landschap in dat hele warme rood en oranje tinten heeft neergezet. Met dat contrasterende, zinderende groen op de achtergrond. Je voelt eigenlijk het vervreemdende effect dat maanlicht op het landschap kan hebben. En dat heeft hij weten te vangen. En voor mij was het heel belangrijk om dit schilderij te combineren met deze installatie van Esther Tielemans. Dit werk is bijna 100 jaar later gemaakt. Esther is een Nederlandse schilder. En zij werkt ook met het thema landschap, zoals Jan Sluiters dat doet. Alleen zij gebruikt de derde dimensie. Dus zij plaatst de beschilderde panelen in de ruimte en nodigt het publiek uit om er doorheen te lopen en er omheen te lopen. Ja. Dit werk is van Andy Warhol. Het schilderij is 10 meter en 30 centimeter lang. Dit was voor ons echt een test hoe we dit schilderij naar binnen konden krijgen. Ja, je hebt een heel nieuw museum gebouwd en je probeert natuurlijk zo goed mogelijk van tevoren te berekenen of alle kunstwerken erin zouden passen. Maar dit was echt de proef op de som. Dus zwenk je en draai je dit enorme oppervlak door het gebouw heen. Het is gelukt, het hangt. Het is een van zijn laatste werken die hij heeft gemaakt voordat hij overleed. Hij was heel erg gefascineerd door het camouflagepatroon. Dat is begin vorige eeuw uitgevonden, uiteraard om te camoufleren. Hè, dus om militaire doeleinden. Precies, om legervoertuigen et cetera te camoufleren. Maar Andy Warhol die doet precies het tegenovergestelde. Hij maakt het zo groot en gebruikt net iets te felle kleuren daarvoor, waardoor het schreeuwt in plaats van terugvalt. Ik wilde dit werk heel graag gecombineerd zien met Andy Warhol. Zoals ik net al vertelde, Andy Warhol ziet dat als een abstracte weergave van het landschap. En Massimo Bartolini die maakt een veel letterlijkere interpretatie van het landschap. Hij heeft in Italië, waar hij vandaan komt, zo'n 4 vierkante meter aarde omgespit. Heeft daar ter plekke een siliconen mal gegoten en daar een afgietsel in brons van gemaakt. Wat aardig is om te weten dat dit werk is gemaakt in opdracht van koningin Paola van België.
Zij wilde heel graag dat hij een werk voor haar zou maken. En zij heeft voor dit werk ook model gestaan. Ze is al zodanig niet herkenbaar. Nee. Het gaat Borremans heel erg om de houding. Dat is in eigenlijk al zijn schilderijen wel het geval. Je ziet dat de hand een schaduw veroorzaakt. Maar het ei blijft licht vangen. En dat is eigenlijk iets wat telkens terug blijft keren op alle varianten die hij heeft gemaakt. Hij heeft besloten het niet aan te leveren aan de koningin als zijnde, dit is het werk dat ik voor u wil maken. Hij heeft gezegd van, ik wil eigenlijk liever iets anders maken. Hij had een ander idee. Heeft dit op een gegeven moment weer terug in zijn studio in de opslag gebracht. Na een tijdje weer tevoorschijn gehaald en bedacht, het is eigenlijk hartstikke goed wat ik heb gemaakt. Ja. En wij waren op het juiste moment op de juiste plek en konden het toen verwerven. Werk wilde ik zo graag combineren met de appeltjes van Tom Friedman. De gedachte hierachter is dat Tom Friedman wilde visualiseren wat het proces van een kunstenaar behelst. Een kunstenaar is eigenlijk altijd opnieuw bezig met zichzelf uit te vinden. Het laatste werk moet altijd beter zijn dan het werk daarvoor. Hij moet zich continu verbeteren en vernieuwen. Het zoeken naar het lekkerste appeltje. Die dozen, zijn die dan ook symbolisch bij die appels? Omdat ik zie daar fruit op staan? Of is dat weer... Wat ik dus aardig vind, hè? Je probeert zelf nu de relaties te zoeken. Tussen bepaalde werken. Ik heb er nu een aantal toegelicht. Maar het is nog veel leuker als de bezoeker zelf kijkt en zelf associeert. Goed gedaan! Dankjewel! Luisteren naar je ogen. Dat klinkt een beetje verwarrend. Dan zou je kunnen zeggen van luisteren als in vertrouwen op je ogen. Ja, dus luister naar je ogen. Ja. En dat is ook wat we de mensen mee willen geven. Van het gaat erom wat jij in een werk ziet en wat je erbij voelt. Ja. En het doet er eigenlijk niet toe wat een ander ervan vindt of wat er over geschreven is. Iets raakt je of iets raakt je niet. Dat is ook prima, uiteraard. Ja. Maar... geniet zelf van je eigen gedachtes en gevoelens bij een kunstwerk. We zijn nu in het deel van het museum aangekomen waar we de permanente collectie laten zien. En daarmee bedoelen we dat hier een aantal kunstwerken is opgesteld dat nooit meer weggaat. Of hier in ieder geval lange tijd zal te zien zijn. Hier zien we bijvoorbeeld een aantal glazen objecten van Roni Horn, een Amerikaanse kunstenares. Het is 100% glas. Mensen denken dus dat er vloeistof op ligt en willen even voelen of er water in zit. Die denken dat het een bak met water is. Maar zoals ik al zei, het is 100% glas. Het is helemaal massief. Het weegt 5000 kilo. Nee. Dus de vloer is hier ook echt daarop gebouwd, zodat het zulke zware sculpturen kan houden. Nou, dit zwembad is gemaakt door Leandro Ehrlich, een Argentijnse kunstenaar die speciaal voor ons museum dit kunstwerk heeft gemaakt. Er zit echt water in, maar je kunt er ook in zonder dat je nat wordt. Nou, zoals je zei, een zwembad waar je niet nat in wordt. Precies. En de grap is dus, dat merken we nu we de eerste weken hier publiek over de vloer hebben, is dat mensen echt getriggerd worden om dit soort bewegingen te maken. Om de suggestie te wekken voor de mensen boven die nog niet weten hoe ze naar beneden kunnen. Nee. Dat ze hier echt kunnen zwemmen. Ja. En kinderen liggen hier op de grond en maken zwembewegingen met hun armen en benen. En mensen kunnen hier ongelooflijk van genieten. Dit is een van de werken die vooral ook op social media veel te zien is. Ja. Mensen maken hier hun selfie of foto's van elkaar. De kunstenaar is in zijn werk altijd op zoek naar iets uit het alledaagse, een zwembad, in een totaal andere context te plaatsen, een museum. Maar dat vooral zo te bouwen dat je met elkaar daarvan kunt genieten. Want hier staan in je eentje zonder dat er iemand boven staat, daar is eigenlijk niks aan. Nee, je wil iemand boven hebben staan. Je kan het goed zien, iemand die over de rand kijkt. En dat jij dit kan doen, zodat die echt denkt van, hoe komt die persoon daar nou? En daar wil ik ook heen. En dat geldt ook voor andersom. Als je boven staat en er zou niemand beneden zijn, dan is er eigenlijk niks te beleven. Dus je hebt elkaar nodig om dit kunstwerk af te maken. Er wordt daar op open vuur gekookt. Dat is duidelijk te zien. We zien allemaal hele mooie zwart geblakerde patronen op de bodem van de pannen. Aardig om te weten is dat wij in Nederland in onze keukenkastjes pannen hebben staan die gebaseerd zijn op de maateenheid liter. In Saoedi-Arabië werken ze met de maateenheid kameel.
hoeveel kamelen kunnen er in een pan? En de kunstenares heeft mij verteld dat de grootste pan die hier hangt, dat daar 3 kamelen in zouden kunnen gekookt worden. En daar is die middenboven? Volgens mij is dat die rechtsboven. Oh, rechtsboven. Ja. Precies, ja. En ze vertelt dan over dat er in een kameel zit weer met de buik dichtgeregen, verstopt een geit. En die is weer gevuld met een kip. En zo maak je dus een hele pan met vlees en wie weet ook nog soep ervan getrokken klaar. Ik vind het bijzonder. Ron Miewek, dat is een Australische kunstenaar. Die woont al een hele tijd in Engeland. Die is geïnteresseerd in de mens. Ja, dat is duidelijk te zien. Ja. Maar ook is hij geïnteresseerd in wat schaal doet. Schaalvergroting of schaalverkleining. Ja. In dit geval is de man en de vrouw exact 2 keer groter dan jij en ik zijn. Van aderen tot ouderdomsvlekjes tot de licht verbrande borst van de man. Dat is allemaal beschilderd. En het is wel degelijk een echte klassieke kunstenaar. Ja. Zoals hij zijn ambacht als het ware beoefent. Maar ja, zoals gezegd, alles is dus exact 2 keer groter dan dat jij en ik zijn. Dus hij heeft bijvoorbeeld geen echte haren kunnen gebruiken. Nee. Want die waren te dun. Ja, ja. Dus hij heeft polyester draad gebruikt. En dat net zo lang geschuurd totdat het de precieze dikte had die hij nodig had. Ja. En je gaat nadenken over hun relatie en hoe ze zich tot elkaar verhouden. En, ja. en zij kijkt liefdevol naar haar man. En hij kijkt weliswaar weg, maar houdt toch heel stevig haar bovenarm vast. Dus het is een heel mooi samenspel van wat er hier tussen deze 2 figuren gebeurt. Hè, dit zijn praktijken die altijd in een museum gebeuren. Of die bij het museum horen, maar die zelden te zien zijn. Ja. Terwijl er heel veel verteld kan worden over wat er komt kijken bij het goed onderhouden van een werk. Ja, precies. En ja, dat proberen we hier. Je ziet het inderdaad nooit in een museum. Nee. Je weet dat het gebeurt, maar je ziet het precies. Nooit. Precies. En het is eigenlijk veel te leuk om dat niet te laten zien of te vertellen. De tuin is opgeleverd 31 mei. Afgelopen 31 mei. Toen stond het hier vol met, ik zeg altijd gekscherend slaapplantjes. Het was echt 10 centimeter hoog. Misschien max 15 centimeter. Ja. En ik dacht, dit wordt nooit wat. Hoe kan dit nou nog gaan groeien in de aankomende maanden? En we moeten in september open. Ja. En de grap was dat in 3 weken tijd kwamen de eerste planten op. En die schoten werkelijk waar de grond uit. En kleur kwam erin. En iedere week was er weer een andere kleur dat de boventoon voerde. Zeggen, het is ook op drukke dagen aangenaam druk. Ja. Ik heb nog geen mensen gehoord die last hebben van te drukke zalen of te lange rijen. En dat is prettig. Hè? Ja. Dus dat we niet vanwege succes bij wijze van spreken ten onder gaan aan, aan te veel mensen of te veel klachten. Ja. Het is hartstikke leuk. Mensen genieten en mensen hebben plezier. En mensen komen in een totaal ontspannen setting terecht. En hebben het naar hun zin. Ik heb al van meerdere mensen gehoord dat ze voor de 2e of zelfs de 3e keer terug zijn gekomen. In een relatief kort tijdsbestek. Ja.